Bert, het slotinterview. Ja, vanmiddag de wedstrijd. Daar moeten we natuurlijk ook nog even wat over kwijt. Wat wil je daarover kwijt? Ja, wat wil je erover kwijt? We hebben natuurlijk een vreselijk beroerde start. En waar we de vorige keer, als het in het begin van de wedstrijd gebeurt, dan kom je daar nog overheen. Maar cruciaal is denk ik in de eerste helft het moment waarop Olly alleen op de keeper afgaat en de 1-1 moet maken. En dan krijg je de beroemde trainingstaal, maar dan wordt een wedstrijd anders. En dat gebeurde niet. We maakten fouten achterin die niet herkenbaar waren voor ons. En dan ga je met 0-2 de rust in. En dan moet je al eigenlijk na 30 minuten wisselen. Omdat je aanvallend wat moet gaan doen, je moet winnen. Dus dan haal je een van je verdedigende middenvelders straf. Is niet leuk, maar je wil winnen. Hè? Dus moet je wat doen. Ja, tweede helft wel goed gestart. Op jacht gegaan naar die 2-1. Dan gaan we op een ongelooflijke manier de 0-3 in. En toen was het was klaar. Ja, en even was 5 minuten lang onze wedstrijd helemaal niet belangrijk. Maar daarin Hendrik Juno Ambacht. En toen opeens een beetje hoop in de Ermeloze hart. En in misschien wel jouw hart ook. Ja, je ziet het eventjes, die 1-1. Weet je, op een gegeven moment ben je toch weer met je eigen wedstrijd bezig. Dus verder heb ik het niet helemaal gevolgd op het einde dat het 3-1 is. En op dat moment zit je in je eigen wedstrijd. En wat je vervelend vindt als trainer is dat een team wat het hele jaar veel gebracht heeft, dat zie je wegzakken. De vermoeidheid neemt toe, de spiertjes gaan blokkeren. Want die jongens zijn zo teleurgesteld in het feit dat we in de laatste wedstrijd niet hebben kunnen brengen wat we gewoon een heel jaar wel hebben kunnen brengen. En dat vind ik vooral sneu voor de jongens, want wat hebben ze een prachtig seizoen voor iedereen neergezet. Ja, zeker. En wat heb jij twee turbulente seizoenen meegemaakt bij DVS? Vooraf had je dat niet bedacht, denk ik, Bert? Nee, je wist dat als jongen van in je eigen dorp dat er veel aandacht voor ze zijn en dat er dingen zouden kunnen gebeuren. Veel zaken heb je geen invloed op en dat is jammer. Des te knapper is de prestatie dat je gedurende het jaar rustig bent gebleven met elkaar. Je bent door blijven bouwen aan een team. De staf is helemaal opnieuw opgebouwd. We hebben na het jaar waarin DVS tegen degradatievoetbal speelde, zijn we weer het voetbal terug gaan brengen. We willen de toeschouwers vermaken en daar hebben we veel aandacht en energie in gestoken. Nou, dat gaat natuurlijk niet in je koude kleren zitten, maar ik denk uiteindelijk dat we nu weer een basis hebben kunnen leggen voor een aantal hele mooie jaren bij DVS. Wat heeft het jou zelf gebracht? Ja, nou, dan moet ik gewoon eerlijk zijn. En mijn vriend zegt altijd van voor de camera ben je nooit jezelf, hè? Dan ben je trainer. Maar laat ik het zo zeggen, men zei dat alleen Harry Potter met slangen kon spreken, maar ik sinds 2 jaar ook. Ja, dat is wel heel mooi gesproken. Ik wil je namens de DVS TV en namens alle supporters heel hartelijk danken voor je inzet en de manier waarop je met deze groep ons hebt doen genieten van het mooie voetbal, Bert. En het gaat je heel erg goed. Ja, en ik wil jullie ook enorm bedanken, want mensen vergeten dit wel eens, dat die DVS TV is niet zomaar een camera neerzetten en eventjes je dingetje doen. Er zit een breed team achter die de PR van DVS op een ongelofelijke manier met elkaar, met Dirk Verpanger, alles verzorgen. En dat moet niet vergeten worden. Het is vrijwilligerswerk, dat is waar, maar doe het maar iedere keer weer en sta elke keer maar weer klaar voor je club. Dus hulde ook voor jullie prestaties. Succes met je carrière verder, Bert. Ja, waar die ook gaat zijn. Oké, bedankt.